kunst een oud medium is in de eerste plaats. Dus de olieverfschilderkunst dateert eigenlijk maar van in de tijd van Jan van Eyck. Daarvoor bestond wel de tempera en de waterverf. Maar dan de acryltechniek of de acrylverf is eigenlijk pas ontwikkeld in de 20e eeuw, zelfs in de tweede helft van de 20e eeuw. En de schilderijen die hier hangen op een aantal aquarellen na zijn ook allemaal acrylverfschilderijen. En waar het eigenlijk mee te maken heeft, is liefde. De liefde voor de schilderkunst, de liefde voor de verf, de liefde voor het schilderij. En in die zin kan ik zelf ongelooflijk bekoord geraken en eigenlijk verliefd worden op een schilderij in een collectie. Dat kan zijn in een museum, dat gebeurt ook wel eens in een privécollectie of een werkje dat ik zelf kan kopen op een veiling of op een, soms gewoon in een kringloopwinkel of ruil met een vriend. En daar kan ik dan ook echt heel lang, urenlang in bewondering voor staan. En wat er dan eigenlijk loskomt en van emoties, dat is eigenlijk toch iets wat je tracht te reproduceren in het zelf maken van een schilderij. Muziek speelt een heel belangrijke rol in de zin, ik speel zelf ook piano en een van mijn absolute lievelingscomponist is Frans Liszt. En ik ben ook heel vroeg eigenlijk begonnen met een soort van bijna wetenschappelijk onderzoek naar zijn lichaamstaal. De manier waarop hij de man als performer eigenlijk aan de slag ging. Dus niet alleen door verkleedpartij, maar ook door heel exuberante, fantastische beweging met grote impact. En door die na te doen in kleine performances heb ik aan de hand daarvan honderden tekeningen gemaakt, die ik ook in animatie terugzet en dan ben ik gaan combineren met live uitvoeringen van diezelfde muziek. Met een aantal heel goede pianisten trouwens, zowel Nederlandse als Belgische pianisten. Maar ik hou ook in mijn keuzes van favoriete schilders, zoals Pierre Bonnard of van Whistler, waar je zo die hele gedurige, langzaam durende arbeid zie aan kleinere doeken. Het ene ontwikkelt zich uit het andere. En daarvoor is het medium schilderkunst natuurlijk een ongelooflijk fijn medium. In de zin, ik ga zeker evenveel van film. Ik ga ongelooflijk graag naar de film, naar de cinema. Maar een film maak je niet alleen. Maak je een grote equipe met heel veel mensen, waardoor er meteen compromissen moeten gesloten worden. Waar het heel moeilijk wordt, of je moet natuurlijk al een hele grote regisseur zijn om echt de stempel op een film te kunnen drukken. En ik denk, elk schilderij dat je hier kunt zien, dat is 100% mijn stempel.